Vandaag, hele bijzondere dag. Wij gaan een nieuw product toevoegen in de petfoodwereld. Een hypoallergeen hondenvoer op basis van insecten. Een nieuwe klantgroep waarin hoge eisen worden gesteld aan de producten. En dat vind ik erg leuk om mee te maken. Welkom allemaal. Ik zal toegeven dat ik zenuwachtiger ben voor deze presentatie dan ik normaal ben. Dat komt ook echt een beetje omdat dit iets is waar we heel lang naartoe hebben gewerkt. 6 jaar geleden zijn we begonnen met letterlijk 3 nazi bakjes met larven. Met het idee dat er ooit producten zouden zijn waar hele hoogwaardige duurzame eiwitten in zouden verwerkt worden die afkomstig zijn van insecten. Protix, Jonker en Trovet hebben hier erg lang aan gewerkt. Een bijzondere dag, omdat niet alleen de distributeurs, maar ook heel veel dierenartsen die het vervolgens aan de eindconsumenten gaan verkopen, aanwezig zijn en Protix in actie meemaken. Wat geweldig, omdat ik eigenlijk best wel veel met die voeders van Trovet bezig ben. Uniek eiwit, steeds meer op zoek. Ik vond het helemaal fantastisch. Als ze gepaard hebben, dan gaat het vrouwtje op zoek naar een plekje om heel veilig die eitjes af te zetten. Daar hebben we voor gezorgd dat de vlieg denkt dat dat tabletje de beste plek is om het te doen. Ik geloof dat het een goede idee is insecten in tiervoeder te verwenden. Insecten zijn een hoogwaardige proteïnquelle. Het is toch zeker een van de eerste alternatieve wegen, van los van de echte vleesproductie wat daarvoor was. Dus het is toch een hele grote stap, denk ik. Van buitenaf worden grondstoffen hier in deze mixtank op recept worden die gemengd. En die larven die worden dagelijks gevoerd, omdat het heel nauw komt hoeveel je voert op welk moment, om zeker te weten dat het proces gecontroleerd verloopt. Sustainability has always been an issue in pet food industry because they usually use products that are left over for the products from human consumption. But with this use of insect protein, you can argue if we are competing now with the human food chain. Ich würde spekulieren und bin absolut sicher, dass das eigentlich das Produkt ist, worauf wir gewartet haben. Denn wir haben viele Tiere, die eigentlich auf gar nichts mehr richtig ansprechen und die uns wirklich Probleme machen. Grootste groep patiënten in een dierenartspraktijk zijn voedselallergieën, wat betreft de huid. Maar daarnaast ook veel maag-darmklachten. Dus ik denk dat we dat eens gaan inzetten. Eens kijken of dat ook werkt. Ik zou graag een toast uit willen brengen op de Hypoallergenic Insect IPD. Dat het een succes zal worden en dat er veel honden een baat van mogen hebben. Proost! Ja,